Meerdere keren deed hij mee aan de Olympische, Olympische Spelen. Marcel Roy Heijner deed aan vele grote wedstrijden mee. Hier in Lelystad begon hij in 1996 zijn eigen bedrijf, Team Heijner. En Roy Heiner is een echte grote naam in de zeilwereld. Hij zit hier op dit moment in de studio. Welkom, Roy. Leuk dat je er bent. Dank u. Um, wat is nou de mooiste wedstrijd die je hebt gedaan, vind je zelf? De mooiste wedstrijd. Ja, oh, er zijn heel veel verschillende. Speciaal appels en peren vergelijken. Ik denk de mooiste wedstrijd. Um, ja. Ja, ik kan het moeilijk te vergelijken. Olympisch is uh, de, 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 de dag van het winnen van het uh, medaille, ja. die wedstrijd. Dat is echt iets wat je nooit vergeet. En misschien, als ik kijk naar de Volvo Ocean Race... dan is het misschien wel een etappe met Brunel Synergy. Lang geleden, 97, 98, Toen hebben met de langzaamste boot hebben wij... Uh, de zevende etappe gewonnen van Auckland naar Rio. En dat is ja. Ja, heel gaaf om gewoon mee te maken. Ja. Jij um, bent een en al een zeilman. Um, zou jij een leven voor kunnen stellen zonder zeilen? Nou, ja, gelukkig hoef ik dat niet. Nee, <laughs> nee kan ik me leven voorstellen. Ik, ik ben uh, van jongs af aan, ik ben in Zuid-Afrika geboren. Mijn ja. vader was ingenieur, het bouwde stuwdammen. Zo, ik had altijd wat met, um, met water, met natuur. En, en competitie. En ik denk dat hij zich geuit in de zeilsport. Ik vind het een heel spannende sport. Omdat je, omdat je met de omstandigheden, de omgeving die er is, die continu verandert. Daar, om in die omgeving een wedstrijd te varen, ja, dat vind ik gewoon heel spannend. Je, je, je weet het nooit 100% zeker. En je, natuurlijk probeer je dat te bereiken. Maar speelt zeilen iedere dag een rol in jouw leven? Of zijn er ook wel eens dagen dat je totaal andere dingen doet? Nou, ik zou zeggen, uh, iedere dag, um, ja, ongeveer 360 dagen per jaar. Ja, dan, we blijven er maar vijf dagen al. Ja, ja, alleen met kerst en zo. Maar, uh... Ja, af en toe misschien denk je misschien, vergeet je dat van. ik zit af en toe ook op, op een hoge berg enzovoorts. Hmm. Maar zelf dan, dan kijk je uit en dan denk je, oh, maar ja, de wind staat zo, ik zie je vlag aan komen, ik moet over uh, ja. ja, Nee, het speelt maar, maar als jij zeg maar helemaal geen water in de omgeving ziet, word je dan een beetje onrustig? Nee, dat helemaal Heb je dat Nee, niet? ik vind het nee, soms ook wel heel gaaf om, um, om een omgeving. Zoals ik zeg, gaan vaak naar de bergen. Hmm. Uh, maar maar het, 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 het zeilen voor mij het is meer dan fysiek het zeilen. Het, mm -hmm. is, het is het belevenis, het proces daarachter. De, 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 het zeilboot. Is, waar is heel zit, gaaf hem dat, op, waar zit hem dat dan in? Is dat dan de vrijheid of het, het water? Of, uh... Nou, ik, ik vind het proces van zeilen heel gaaf. Want je, je stapt met een aantal mensen op een boot. En, en, ja, in principe kan je niet van afstappen. Nee. Dat is en zwemmen bij wijze van spreken. Je moet met elkaar samenwerken. Je moet met elkaar samenwerken. En, je, en, en, en iedereen dus dat, heeft ego's. En, en, dus dat groepsproces vind je ook belangrijk? Die groepsprocessen, en daarom ben ik wel vaak met zeilen dat opzicht bezig. Want je bent vaak met dat type processen bezig. En dat is, dus daarvoor hoef je ook geen water te zien. Nee. Maar uh, met elkaar aan de touw hangen aan de berg is hetzelfde proces. Hè? Je, moet, je probeert met elkaar iets te bereiken. Mm -hmm. en dat, dat voor mij vertaalt altijd weer terug die al. Je had net zo goed alpinist kunnen worden, bij wijze van spreken. Nee, nee, dat was oh, individu individualistisch. Ik vind het groepsproces op de boot heel heel spannend. Ja. Nu heb jij het echt in je bloed zitten dat zeilen. Maar je zoon, natuurlijk, Nicolas, die het ook heel goed doet in de zeilsport. Ja, dat kon hij eigenlijk niet anders dan dat hij het ook ging doen. Dat, dat heb je zo gestuurd dat het ook goed ging komen. Maar helemaal niet, zelfs. Nee? Nee, nee, nee. Het is. Uh... Nee, ik heb. Um, ja, het was natuurlijk. Hij kwam altijd mee naar Olympische wedstrijden enzovoort. Dus so je zou het verwachten. Maar ik heb me met hem verteld: als je alleen maar één sport doet, dan ondersteun ik je niet. Okay. Dus uh, ik heb hem geforceerd om meerdere sporten. Hij, heeft, hij kan waanzinnig. Tennis heeft, een sportopleiding gedaan. Hij heeft voetballen gedaan. Heeft, um, um, ja, basketball en, en, ja. en hij heeft basketbal. En hij is compleet gek van sport. Uh -huh. Dus. Uh, en uiteindelijk zie je wel dat zijn passie, zijn talent, ligt wel bij het zeilsport. Als hij beter kon lopen, was hij misschien wel atletiek gaan doen of t -t -t tennisspeler geworden. Maar hij heeft de platte voeten. <laughs> nou, in dat opzicht, nee, hij heeft het, echt, uh, hij heeft het zelf gekozen voor de zeilsport. En helemaal niet omdat ik dat deed. Ja, misschien de ingang was misschien ietsje makkelijker. Ja, ik wou net zeggen, hij heeft toch wat een en ander van jou geleerd, denk ik. Ik denk, uh, door kijken heeft hij veel meegemaakt. Maar uh, hij, is, uh, hij, is, uh, hij is heel bewust met zijn sport bezig. Dus so, hij wil het op zijn manier doen. En is ook, uh, ik vond het ook heel belangrijk om los te laten. Hij heeft, heeft, het, heeft het zelf gedaan. Ja, je bemoeit je niet met hem? Uh, jij zit natuurlijk in Team NL. Hoe, hoe werkt dat? Of geef je hem tips? Of hoe, hoe zit dat? Ja, dat kan hij anders natuurlijk, want, uh, omdat hij zijn vader is. Ja, ja die, ik die kan wel geven, maar hij is het toch niet. <laughs> dat begon toen hij 11, 12 jaar oud was. Toen was hij dingen aan het doen en is... Dus, toen zei ik zo en zo. Hij zei, ja, dat weet ik wel, maar ik ben dingen aan het proberen. Zei, nee, moet je, moet, soms moet je het gewoon... Het is moeilijk, hoor. Soms moet je het gewoon laten. En, en, uh, en mensen zelf de kans geven. Ja. Dat, dat is... Um, ik ben wel blij dat hij zeilt. Ja, tuurlijk. Dat uh, snap is, ik. Het ja. is voor hem ook zijn sport. Ja. Jullie wonen in Enkhuizen. Um, maar het bedrijf heb je hier doen, in 1996 ben je begonnen. In Lelystad. Um, waarom eigenlijk in Lelystad? Waarom, waarom, waarom heb je het hier uh, neergezet? Nou, nou ja, we zijn... Uh, we zijn we zijn officieel begonnen in Enkhuizen. In uh -huh. We hebben aan de overkant Enkhuizen meidenblik zijn we twee, drie jaar bezig geweest op zoek naar de ideale locatie. Um, wat, wij, wat wij doen, um, we werken veel met bedrijven. Dus je moet op drie maanden tijd maken in afspraak dat mensen langskomen om te zeilen. Dus je hebt, je hebt een omgeving nodig waar je boten kan repareren en waar je met mensen uit kan nodigen om te varen. En je weet niet hoeveel winter staat. Op zich met de wind kan je omgaan, maar met de golven niet. Dus wij hebben uitgevonden dat um, voor ons aan het uh, bedrijfsmatige kant, Lelystad verreweg de beste locatie is waar wij zitten in de Flevo Marine. Zijn de golven Want, hier beter? Nee, we hebben juist vlak water overal. Um, dus minder golven. Voor, er is minder golven. En dat was voor ons heel interessant, want als er heel veel wind staat, kunnen wij nog varen met bedrijven. Ja, dus met de connectie geen... met het bedrijfsleven is het aan deze kant beter? Is deze kant beter. Oh, waarom? Aan de andere kant, als je, als je wedstrijdtechnisch zeilt, is uh, de Markenmeerkant, dus lage wal, is veel beter dan Enkhuizen. Eigenlijk hebben we beide werelden aan de. Ja. Oosterkant Van de IJsselmeer en Markenmeer in plaats van de westerkant. Ja. Nu zijn jullie dus dat bedrijf hier begonnen. Hoe moet ik me dat voorstellen? Ik ken het, ik zie het, maar wat doen jullie daar dan precies? Wat wij doen is, um, wij gebruiken ons DNA. Wij komen vanuit Topsport. Um, wij gebruiken de belevenis en het proceskant van Topsport om bedrijven te ins inspireren om dat ook te doen met hun eigen medewerkers, hun eigen klanten. Dus uh, aan de beleveniskant, het is heel spannend om um, uh, wedstrijden te varen. Dan vlinden ze je buik koffie, s ochtends je denkt van, uh, dat, uh, dat proef je helemaal niet. Je, je, je lichaam is zo met adrenaline bezig. Ja. Je, je bent met de prestatie van vanmiddag bezig. En wij dachten, hoe kunnen we dat aan het bedrijfsleven laten zien? Ja, door hun langs te laten komen, hun te leren zeilen, gaat een uurtje in zitten. En dan varen ze na de lunch hun eigen Olympische Spelen. Dus je ziet bij mensen die vuur in die ogen, de, adrenaline <laughs> winnen, winnen. Die eruit spijt, de winst, de blijdschap, de ja. verdriet en bedenk wat alles. Ja, want bedrijven willen daar ook graag gaan proeven hoe dat is. Ah, als je iemand vertelt: we gaan wedstrijdje varen, het is gewoon een ongelooflijk gaaf wat je meemaakt. Voor bedrijven is het een, een relatiedag. Je ontmoet de klant, je ontmoet je medewerkers op een andere manier. Je leert ze door actief dingen te doen, beter te kennen. En na de tijd natuurlijk het drankje en het is een waanzinnige relatiedag. Ja, maar dus aan dat... de andere kant is het wel een heel ander niveau natuurlijk. Dat het Olympische niveau of met bedrijven inderdaad in een boot gaan zitten. Ja, dat ligt toch wel eigenlijk heel ver van elkaar af. Ja, het die wij hebben is wel al die boten zijn gelijk. Zijn er zijn alleen die mensen die anders zijn. Dus net als de Olympische Spelen. De boten zijn gelijk, wie is de best voorbereid. Maar voor jullie is dat ook echt leuk? En het is, ja, je ziet die, 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 die reactie van mensen. Die, die spanning in mensen. Dat zij. Ze, 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 ze hebben nog nooit gezeild, bij wijze van spreken. En nu moeten ze zelf sturen. Zelf niet schoten trekken. Zelf uh, tactiek bepalen. Ja. Natuurlijk is er een, een begeleiding van Tim Heijner erbij. Maar het is ja dat vinden ze heel spannend. Oké, okay. we gaan zo meteen even praten over de, projectje, de projecten die je op dit moment op topsportniveau hebt lopen. Dat is de Volvo Ocean Race. En natuurlijk ook, je wordt teamcaptain van Nederland voor het WK, voor, voor teams uit, uit de wereld, zeg maar. Daar gaan we zo meteen over hebben. Hij heeft grote namen achter zijn naam staan, uh, grote wedstrijden achter zijn naam staan. Roy Heijner. Um, heb ik het over zeilen, dan heb je het natuurlijk over Roy Heiner Met zijn bedrijf hier in, in Lelystad. Nou, hij vertelde net al een beetje natuurlijk hoe, hoe dat gaat hier in, in Lelystad uh, bij het bedrijf. Dat er ook veel bedrijven uh, bij jou langskomen om uh, ja, mee te zeilen, zeg maar. Je gaat ze wat uh, leren. Um, maar ja, dat is toch wel heel wat anders dan, dan topsport, waar je ook mee bezig bent. Ja, uh, uh, misschien wel, maar eigenlijk ook niet. Hè? Want de proceskant van topsport, en dat is eigenlijk wat we heel veel doen met die bedrijven, uh, uh, dat is letterlijk gewoon het doel stellen en jezelf verbeteren om dat te bereiken. Ja. En in dat op zich, een bedrijf is ook een boot. Het is ook heel veel mensen um, binnen de muren in je eigen boot. En die stellen ook een doel, die willen ook wat bereiken. Dus wij gebruiken heel vaak de, de spiegel van Topsport. van het proces van hoe word je beter. als individu en als team. Um, om die voor te houden voor een bedrijf. van hoe doen jullie dat? Als dus jullie het doel hebben. je wilt bij te worden. en je bent niet goed genoeg. en je wilt stappen zetten. hoe doe je dat? En wij kunnen je daaraan helpen. Ja. Oké, okay. dus dat doe je dan met het bedrijf. Maar aan de andere kant, uh, ja, die echte link met de topsport is er natuurlijk ook nog. Want uh, vorige week hadden we weer het nieuws dat jij uh, de nieuwe teamcaptain wordt van, uh, van Oranje. Ja, je moet het een beetje zien. Je wordt de nieuwe Ronald Koeman, zeg maar, maar dan in de zeilsport. Zo moet je het een beetje zien, denk ik. Ja, dat heeft ook weer te maken met verbeteringen. Uh, het is een heel gaaf initiatief. Weet je, we wij, wij hebben de zeilsport. Uh... Ja, twee kleine 200 erkende internationale klassen. Als je dat internationaal ja. optelt, heb je iets van alle lokale klassen bij elkaar 3000 wereldwijd. Ja. Ongelooflijk. Ja. Je hebt ook gewoon voetballen met mannen en vrouwen voetballen. En ze hebben ooit bedacht om daar een wereldkampioenschap voor te organiseren. En in de zeilsport hebben wij dat niet. We hebben mm -hmm. geen wereldkampioenschap voor landenteams, omdat het zo gigantisch verspreid is. Ja, maar dat tas. maakt het toch ook ingewikkeld. Want je hebt zoveel boten, zoveel disciplines. Ja. Dan kun je toch niet in één ding gieten? Of kan dat nee, klopt. En dat is nu juist dat is nu gebeurd. Dat is nu het spannende. Zij hebben nu bepaald dat op een 45 voet boot gaan zij een wereldkampioenschap landenteams organiseren en ze willen de beste zeilers uit al die klassen komt daar een ranking van en die willen ze eigenlijk als team dan ga je weer dat proces van een team worden beter worden ga je op die boot zetten en um, en en de winnaar die is uh, de wereldkampioen uh, landenteams en een zeilsport. Maar hoe ga je dat aanpakken? Want in feite moet je dan dus in al die klassen gaan kijken wie de beste zijn. Ja, en dat daar zijn wat regels voor. En ik moet wel zeggen: de, de WK Voetbal bestaat natuurlijk al heel lang. Wij beginnen nu in dat proces. Ja. Zo, daar moet heel veel werk gebeuren. Maar daar komt dus een ranking. Ze willen eigenlijk de beste zeilers op de boot hebben. Zo vanuit dat ranking, die over alle klassen zijn gegaan. Um, ...worden vijf zeilers geselecteerd in het team. Ja. En de bondscoach die kan vijf anderen selecteren. Dat zijn heel volle regels voor de eerste... Ja. Eén, twee edities. En zal, daarna zal dat natuurlijk weer veranderen. Want zoals ja. wij ook... Ja, letterlijk, die zeilers... die zijn ook niet gewend om dat type boten te varen. Dus je zal onze... Hebben die daar wel zin in? Um, ja, die, als, als ze mee willen doen... Dat ja. je hen ook opleiden om zo'n boot te varen. Ja, want we hadden het gisteren, of nog gisteren... vorige week over, inderdaad, Kieran Batloe... Uh, Lilian ja, de Geus, ja, ja. die doet het op een zeilplank. En die kunnen dan dat zomaar... Ja, als ze dat willen gaan doen... Europese kampioenen. Dus ja, maar het is toch wel wat anders? Ik bedoel, je gaat toch echt... Het is wat anders, maar het proces is hetzelfde. Je moet van. Eén boei naar een andere boei, zo snel mogelijk heen en weer varen. Maar jij zou heel is... graag in een boot willen hebben? Lilian de Geus, ja. Kieran Watloe? Ja, ja. want zij, zij kijken ook naar de wind. Ze kijken naar de vlagen. Ja. Ze zijn in staat om de snelste van aan en bij te varen. En weer ja. terug. Ja, dat is mooi. Want ik heb ze natuurlijk in, in, bij de Olympische Spelen in Rio meegemaakt. Hoe dat ging, het voortroject. Dat ze ja. zoveel met die wind bezig zijn. Ook daar hebben ze zoveel van geleerd. Ja, eigenlijk is dat spelletje natuurlijk hetzelfde met dat een andere boot. Is hetzelfde. Eigenlijk zeilen is vaak... Mensen letten vaak op de boot. Maar het gaat om het proces. Eigenlijk aan alle boten is het proces precies hetzelfde. Ja, alleen ze zitten in een andere boot. Is, is het een andere boot. Je moet gewend raken aan een andere boot. Ja, heb je ook contact met ze gehad? We hebben nog geen contact gehad, dat is een vroege stadium. We zijn ja, nog de, 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 de Olympische Spelen fietsen nog even tussendoor natuurlijk. En Olympische Spelen fietsen tussendoor. Maar net als voetballen. Je krijgt ook niet altijd de spelers die je wil. Want nee. sommige hebben competities aan landen en zijn geplaceerd, enzovoort. Ja, en de echte verplichtingen natuurlijk ook. Misschien met een sponsor, uh, noem maar op, bij de ja, bond. Dat ja. zijn natuurlijk wel dingen die meespelen. Ja, en dat is de, wij lopen dus gigantisch achter. De, 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 de wereldkampioenschap is in oktober, september-oktober 2021. Ja. Dus je hebt nu de maar... tijd om dat alles Maar te is ook weer heel snel als je kijkt naar wat proces Eigenlijk je door moet het heel snel, want we moeten heel veel inhalen. Maar zijn een ontzettend spannend avonturen. Dus. Is, is er al wel een boot? Uh, de, de, de eerste boot is beschikbaar half juli. Hmm. Zou de de, de, de basistype is er al, maar die wordt aangepast om, om helemaal um, te voldoen aan alle eisen. Um, maar in dat opzicht moeten alle bondscoaches, uh, we noemen ze eigenlijk nu team captains, ja. maar er zijn heel veel team captains die mogen zelf ook meevaren, omdat het de eerste editie is. Zo ja, ga je dat ook doen? Ja, ik het zeggen. Uh, nee, wat, ik uh, denk het niet. Ik denk, dat, uh, ik denk dat het belangrijk is om het over te laten aan de jongere generatie. Ja, want daar ben je ook mee bezig, door de jongere generatie, het talententrajecten die je voor, de voortgaat, natuurlijk. Met de Volvo Ocean Race bijvoorbeeld, heb je dat traject ingezet om met het talententeam, het jongste team ja, je ooit je, 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 mee te gaan doen. En ja, hoe hoe dat, staat dat, dat daarvoor? Dus, we hebben een opleiding voor 18 tot 23 jarige zeilen, sponsoren we het paar bedrijven en, en, en we willen gewoon jonge mensen de kans geven om ook op dat niveau actief te zijn. Mm -hmm. En ze hebben daar ook een eenheidsklasse van gemaakt in de Volvo Ocean Race. Of die boten vaart de volgende keer ook rond. En dat zou waanzinnig gaaf zijn om die jonge team op zo'n boot de kans te geven. Ja. om weer eigen grenzen te verleggen. Dus ja, je zegt, is er steun vanuit Flevoland, bedrijven, eh, noem maar op. om je, dat te steunen? dat project. Ja, dat is nog niet gebeurd, maar dat kan nog steeds. Um, die wedstrijd is ook eind 2021. Mm -hmm. zo, uh, maar we zijn heel hard met dat proces bezig. Je nou, zou eigenlijk dus 2020 is... meedoen, toch? Ja, de, de wedstrijd is, is vertraagd. Okay. Ze zou, zou eerst in 2020 beginnen, maar dat is een jaartje uitgesteld. Ja. Maar dat is wel ook een groot dingetje. Hè? Want je weet uh, maar al te goed hoe zo'n wedstrijd op bijvoorbeeld Ocean Racing gaat. Want dat heb je zelf ook meegemaakt, natuurlijk. Maar vertel eens: in ieder geval de, de, de wedstrijd zelf. Leg dat eens uit. De wedstrijd zelf. Ja, om mee te beginnen. De wedstrijd zelf begint pas als je geld kan vinden om te zeilen. Ja. Dus ik denk, ik heb meer mijlen gemaakt op zoek naar geld dan mijlen <laughs> op het water. Ja, ja. Het is ook meer irritant. Ja, ja snap ik ja. Want je gaat heel veel bedrijven langs. Dat ja. gaat, uh, ik heb denk ik nog geen duizend bedrijven gehad, maar over de Oeh. 600 al. Ja. En het is, uh, nee, het, is gewoon, het is een lange proces. Op het water natuurlijk. Ja, en daar moeten we voorzichtig zijn. De zeilers, die maken natuurlijk van. Geef de zeilers een masterzeil en, uh, en, en een romp en je hebt een wedstrijd. Maar uiteindelijk, uh, het, het is natuurlijk ongelooflijk spannend voor die zeilers. Want ze gaan. Ja, men dacht vroeger dat de aarde platte. Zij is, is nu rond. Ze kan omheen <laughs> varen. Dus je komt uh, ongelooflijke nieuwe omgevingen tegen. Waar je dacht van dat uh, die bestaat niet. Hè? Dat is, het is een oerwoud daarbuiten, bij wijze van spreken. Um, aan de andere kant, um, het is. Ongelooflijk belangrijk omdat je zoveel mensen kan bereiken, Hè? maakt de boot eigenlijk niet uit. En het gaat hoe kan je zo'n wedstrijd gebruiken om al die mensen wereldwijd te bereiken. Bereiken, hè? Ja. Dus je inspireert heel veel mensen om, om, om projecten aan te pakken. Um, en, en, en dat is het interessante van die Volvo Ocean Race: het bereik internationaal. Ja, het is groter het dan alleen dat, dat zeilen wat we dan op televisie wel eens zien, die wedstrijd. Het, Ik het is zeg is altijd: er zijn te veel zeilers die focussen op de wedstrijd. Um, maar vergeet ook niet dat hele proces eromheen. Want dat is de reden waarom je er bent. Ja. Maar je gaat sowieso het voor elkaar krijgen om 2021 met een jong team uh, mee te doen. Dat is de wens. Ja. En bij, ik zou op dit stadium zeggen: ik zou niet weten waarom het niet gaat lukken. Okay. Het ziet er goed uit. Ja. Nou, succes in ieder geval met dat traject. Team Heiner hier uit Lelystad. Bedankt voor je komst. Roy Heiner, dankjewel. Graag gedaan.